Ik ben Margriet de Schutter en ik heb aan short track schaatsen gedaan. In 2010 ben ik gestopt. En op het moment dat ik stopte, ervaarde ik dat ik qua nazorg nog best wel wat te winnen viel. Je kunt er dan over klagen, maar je kan er ook wat aan gaan doen. Ik heb toen in samenwerking met Omroep Friesland de documentaire Diepgang voor Vancouver gemaakt, waarin ik in Milaan tijdens het Internationaal Filmfestival een award heb gewonnen. Vervolgens heb ik de ondersteunende website extopsporter.nl gebouwd, waar je alle informatie kunt vinden over het leven na topsport. En als klap op de vuurpijl heeft uitgeverij Prometheus mij benaderd om het boek Stoppen en Doorgaan te schrijven. Nou, naar aanleiding van deze drie producten krijg ik laatst heel veel vragen van sporters. Met de vraag van ja, moet ik stoppen of doorgaan? Ik weet gewoon niet goed wat ik moet gaan doen. En er is natuurlijk zojuist weer een Olympische cyclus is weer afgerond. En dan stellen heel veel sporters deze vraag. En wat is er nou mooier dan een video met 5 vragen die je zelf kunt antwoorden. En dat je dan eigenlijk stiekem al wel weet wat je moet gaan doen. Dus bij deze een video met 5 vragen. Let op, hier komen ze. Vraag 1. Vraag jezelf af of je nog wel gelukkig bent. Vind de omgeving dat je nog straalt. Vraag het eens om je heen. Straal ik nog? Zie ik er gelukkig uit? Vraag 2. Ben je eigenlijk nog wel verliefd op je sport? Of op hetgeen wat je doet? Vraag 3. Kun je nog steeds moeiteloos alles aan de kant zetten? En kost je dat helemaal geen moeite? Of vind je het misschien vervelend worden om constant maar nee te zeggen van nee, ik kan niet, ik moet trainen? Vraag 4. Probeert jouw lichaam of jouw omgeving misschien ook jou iets te vertellen? Krijg je bepaalde aanbiedingen wat jou een andere kant toe duwt? Of heb je last van blessures wat je doet dwingen om te stoppen? Vraag 5. Dit is de laatste en misschien ook wel de belangrijkste. Luister naar je hart. En durf daar gewoon naar te luisteren, want volgens mij weet je het antwoord dan wel. Mocht je het toch nog niet helemaal weten, kijk gerust op extopsporten.nl voor meer informatie. Heel veel succes!